Steyr in een weiland, maar vroeger in de Romeinse tijd lag hier een brug van wel 300 meter. Die liep van Mook, hier in Limburg, naar Kuik aan de overkant, naar ongeveer daar waar die kerk staat. Daar lag een Romeins fort. En deze brug lag hier omdat er langs de Maas belangrijke Romeinse wegen lagen. Helemaal van Nijmegen tot in Maastricht. Dat betekent dat hier in het weiland waar ik sta, dus ook nog resten liggen. Dat weten ze omdat ze in de Maas onderwaterarcheologie gedaan hebben. Houten palen, die sloegen ze eerst in de rivierbedding. En daarna maakten ze met grote blokken steen, maakten ze de rest van de brugpijlers en de brug. En die stenen, daar zaten allemaal gaten in. En in die gaten deden ze een soort grote nietjes om ze tegen elkaar goed vast te leggen. En daar werd dan lood in gegooid, zodat het ook niet meer kon verschuiven. In het Limburgs Museum staat een maquette en daar kun je precies zien hoe zo'n Romeinse brug gebouwd werd. Eerst legden ze een stuk van de rivier droog door een soort muur. Dan konden ze daar de heipalen erin slaan met een soort heimachines die ze al hadden. En ze hadden zelfs ook al een soort hijsmachines. Die Romeinen waren echt super slim. En zo konden ze dus een hele mooie brug bouwen van 300 meter van Limburg naar Brabant.